Wij zijn iets voorbij Lara. En iedereen kijkt me weer aan. En dat is altijd akkoord. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan staan op een vliegveld waar we net heel veel stress hadden. We zijn dus gisteren teruggekomen uit Zoomla. Nee, uit Kampoen. Toen zijn we naar Lara gegaan en hebben daar een nachtje geslapen. Dus we hebben eigenlijk helemaal niks gefilmd gisteren. Nu zijn we dus op Lara het vliegveld. Waar we met een piepklein vliegtuigje naar Kei gaan vliegen. Maar uiteraard kan hier niks natuurlijk in één keer goed gaan. Mochten we de koffers niet meenemen. Dus de koffers gaan nu met een boot mee. Met een neef van de familie. Die gaat dus even heen en weer met de boot. En wij gaan met het vliegtuig. En we hebben snel alle spullen omgepakt. En kunnen we alsnog mee met een piepklein vliegtuigje. Maar we hebben geen water, we hebben geen eten, we hebben geen drinken. Dus mooie dingen wel. Het kan niet goed gaan bij ons. Wij zijn nu op Kei. Kei Kitil. Dan gaan we door naar ons resort. Even spullen pakken. En dan gaan we door. De kamp is goed? Ja, heel goed. Ja, ja. Ja, man. Tito! Ja, leuk, man. Ja, hè? Op mijn motor zat hij nog. Ja, nee, ik zit altijd van hem te wachten. Zijn we? Bij de supermarkt. Wat gaan we hier doen? Stokken. Hetzelfde als stokkenboemen. Het lijkt wel snoepjes. Maar we moeten een beetje opschieten, want de rest staat al te wachten op ons. Nee, hoe heet die ene? Oriental. Oriental. Alleen dan heel goed en heel groot. Maar ik wil snoep. Ja, dit is geen snoep. Dit zijn koekjes. En we zijn mijn familie. Hallo. Hallo. Hallo, hier ben ik. Met mij gaat alles goed. Hallo. Hallo. Je pakt dan een beetje openheid met foto's. Carola. Ja, heel erg. Hij probeert wel het enige wat mij heeft tegen is het gebrek van het taal. Uit Nederland. Van Janis. Yeah, wiggy wiggy. Oh ja, dit is mijn ding. We hebben naar boodschap gegaan en dan gaan we zo weer terug naar de resort. Kijken hoe het daar is. Goedemorgen, we zijn in Kei en we gaan nu een rondje lopen. Even de buurt verkennen. Het schijnt zo te zijn dat je hier een kiosk hebt om een koffie te halen. We hebben net al gegeten. En wat zeg je? Nieuwhof. Nieuwhof? Ja. Nou, je hoort het. Ik hoor niet goed uitspreken, maar we zijn daarachter heb je dus blijkbaar ook meteen 200 meter. Daar heb je ook weer het strand. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Het schijnt zijn dat dat... Pasirpanjan noemen ze dat. Oh. Pasirpanjan. En maar ook de mooiste strand, toch? Van hier. Ja. Maar die moet je ook betalen, toch? Als je met oud gaat. Ja. Oh ja, geen idee. Wij komen oorspronkelijk uit Arnhem, dus geen idee.
verblijven hier 11 dagen. En dan gaan we naar Ambon. Dan hebben we daar ook een hotel. Dan blijven we daar 4 dagen en dan gaan wij terug naar Nederland. Maar nog even niet aan denken. Nee, nog even niet aan denken. We hebben trouwens gisteren echt iets meegemaakt, jongen. Ik weet niet of Wouter al had gezegd, maar onze koffers die hebben we helaas niet. Want die moesten we achterlaten in, in Larat. En, maar dat komt omdat, omdat de koffers niet mee mochten in het vliegtuig. Omdat het veel te zwaar was en de vliegtuig helemaal vol was. En de piloot besloot om, om te zeggen van nee, jullie koffers mogen niet mee. Dus op een gegeven moment zijn de koffers dan maar met de boot gegaan, met de ferry. Maar ja, eindstand snel alle spullen eruit te halen. En wat we even snel eruit konden halen, weet je wel, een beetje tandenborstel en zo. En extra t-shirt en dat was het. Dus die koffers weer terug in de auto gedaan. En op een gegeven moment hun weg, hun die... onze koffers naar de boot brengen. Even later komt die auto weer terug. Hè, wat is er nou? Dus op een gegeven moment zag hij zo, ja, er was ruzie. En die bestuurder van de boot, die heeft besloten om de... Wat hè? Oh, opnieuw. En de kapitein van de boot, die heeft besloten om al weg te rijden, om al weg te varen. Lol. Dus ja, wij helemaal weer nadenken hoe we dat moeten doen. Dus toen werd er besloten om zaterdag dan, dat die... Dat ze dan een paar dagen dan naar die koffers daar op Larat blijven bij familie. En dat hij dan op zaterdag is, komt hij hier aan, oké. Okay. Dus ja man, what the heck. Nu zitten we gewoon zonder kleren en zo. Ja, we zijn wel naar de mall geweest om even spullen te halen, t-shirts en zo. Maar het is hier wel echt mooi. Ja, ze moeten wel echt leren opruimen. Ja, man. Maar ja, als niemand niet begint. Koffie is always good family. Yeah. Ja. Ziet er heel dicht uit. Nee, was bij ons Airbnb en dan was er die gele blokken, zei mama. Gele blok? Ja, dat zei ze. Ja. Heb je gele blokken gezien, ja? Volgens mij zijn we te ver gaan lopen. Wil je nog trappen hier blijven? Weet ik niet, ja, we moeten toch koffie halen. Ja, maar. Doe maar even kijken.
Oh, daar. Nee. Daar bij die meneer daar zo, die daar zit. Penny. Wat? Ja, daar is het. Zeker? Ja, dat is toch, heb je daar een ding? Hier is het, daar bij dat huisje daar zo, waar ze daar zitten. Ja, misschien nou achter. Ja, dat hebben we toch nodig? Nee, maar volgens mij had hij droge. Het is wel een kiosk. Het is een kiosk. Ja, cool, we gaan gewoon naar kijken. Jij mag het wel kunnen. Cappuccino. Hè? Oh ja. Ja, hier. Hallo. Ah, daar koffie. Cappuccino. Cappuccino? Ja. Oh, copy white. Ah, oh, joh. Jo. Hoe heet die? Nee, dat is cappuccino. Oké. Ine. Doe. Wat is dat? Oh, mokka. Oh ja. Brapa. Maksudnya bikin atau kasih beli begini? Iyo. Oh iya. Itu berapa? We gaan nu naar Cape Star. We gaan nu twee kaartjes kopen. En we wachten nu dat we in mogen stappen. Mama, neem die gitaar. Ben je aan het vloggen? Ja. We gaan nu naar Cape Bazaar. Even naar Oom Thomas kijken. Ja. Daar alles bekijken weer. Yes. Ja? Echt hè? Wij zijn echt van het filmen. Wij zijn gewoon, wij zijn baas. Ja, zeker. Oppas hè? Oppassen. Ja. Ja. We gaan met deze boot. Gaan we naar Keibesar. Keibesar. Oh mijn god, moeten we daar op? We gaan toch wel boven zitten, hè? Kom op, doe die dak uit. Nee, jij gaat onder. Nee. Je verbrandt eigenlijk. Nee, ik doe me vast aan. Ah, dit doen ze in Katamara, denk ik. Soda, dan een toontje. Oh nee, soda. Maar we zijn op Grote Kei. Het is hier warm. Maar dat klopt ook wel, want ik kwam net uit de airco. Oh, zo in de haven. Ik ben benieuwd. Hou je op de hoog. Foto maken. Daarop.
Godzijdank. Ja. Onze koffers zijn nog steeds niet binnen. We komen pas over 3 dagen. Komen ze waarschijnlijk pas. Wat? Pas bij ons. Oh, 3 dagen weer zonder koffer. Echt malles, man. De auto gaat dadelijk. We missen dadelijk de boot. Ja. Hey, Want Amy heeft mijn, dan kan ik de korte broek aan doen in de slippers. Ik heb tering mee. Nee, die komen niet. Oh, ja. Ik heb al 1, 2, 3, ik heb genoeg op. Ik heb ook genoeg. We hebben maar genoeg kleren van de pastoor. Dat heb ik niet, hè? Zijn aan het bellen over de koffers. We gaan weer terug naar, hoe heet dat plaatje daar? Ella. Ja, Ella, gaan we terug. En dan weer terug naar hometown. Okay. Terug naar de roots. Yep. Lekkere soppie drinken. We zijn nu aan de andere kant van het eiland. We hebben onze reisgids bij ons, een padje. Die woont al 15 à 20 jaar, volgens mij had hij verteld, die hier woont. Hij had ook heeft ook in Nederland gewoond. Maar hij had gezegd dat hij zijn spullen heeft gepakt en is toen hier naar Kei gegaan. En sindsdien weet hij alle mooie strandjes, mooie dingen om te zien. Grotten waar je in kan zwemmen. Het is wel echt een lange reis, maar het is wel echt mooi. Ik zal even laten zien. We zijn nu net pas aangekomen. Een hele strand voor ons alleen. Een beetje app, maar dat maakt niet uit. Het is wel heel mooi hier, hè? Lekker rustig. Een mooie witte strand. Want vannacht trouwens heeft het heel hard geregend. Met kan zoeken. Al mijn ooms en tantes hebben allemaal van die grote schelpen gevonden. Dat jullie me een beetje verstaan trouwens met de wind. Maar het is echt mooi, man. Zo. Thank you.
Hey pap. Lekker, lekker is het hier, hè? Ja. Fijn. Echt fijn. Mooi. Ja, hè? We hebben trouwens wel goed nieuws, want we leven al een paar dagen al zonder onze koffers. En we hebben nu doorgekeken dat donderdag, echt donderdag, onze koffers binnenkomt hier. Zo. Kijk. Toal. Toal. Kijk, toal. Oh, ik kan niet wachten al. Al onze spullen die we gekregen hebben van familie. Kan je te doen en zo. En de, allemaal beeldjes heeft Jeremiah ook gekocht en ons pop. En allemaal kleren en zo. Ja, kleren maakt niet uit, maar al die kleren die we gekregen hebben van familie, die wil je natuurlijk wel hebben en zo. Maar gelukkig hebben wij onze koffers donderdag binnen. Yes. Echt fijn hoor. Gewoon omkleden, want normaal moeten we zijn nu tot nu toe, elke dag zijn we naar de winkel geweest om dingen te kopen zoals slippers. Deze kleren, weet je wel, die zijn maar 4 euro. Maar ja, er is niks aan, man. Liever een eigen koffer. Maar we hebben een beetje gebackpackt, hè? Ja. Shit, man. Zo mooi is het, hè? Ja, hè? Echt bizar. Ik denk dat Jeremiah dus de zee in gaat. Ja, zou je het zien wel. Kijk uit voor koraal, hè! Wat is dat? Je ziet dat ook in het water daar. Dat zie je dat weer donker. Kijk! Ja, die zag je ook daar op die Pasipanjang. Ja. Ik ben ondertussen met mijn moeder ben ik schelpjes aan het zoeken. Ik wil heel graag van deze schelpjes. Vind ik zo mooi. Kijk, let eens. Kan je even laten zien aan, wat wij, aan de kijkers wat we hebben gevonden? In ieder geval mijn moeder heeft gevonden. Oh, mooi hoor. Deze is wel groter, hè? Kijk, mooi. Kijk hoe mooi, man. En deze hebben we ook net gevonden tijdens het lopen. Ik vind deze heel mooi, man. Dat is mooi, hè? Ja. Ik vind die ook heel mooi. Ja.
ga je goed schouwen, goed zetten. Deze? Ja. Deze is een kokos. Oh. Kokos, kokosnoot. Ja, mama, deze moet je ook meenemen als je doet. Damn, die is echt mooi, hè? Die is mooi, ja, maar dan moet je schoonmaken straks. Is een beetje ja, zwaar. Even in de zee. Zee, ja. Even zo meteen in de zee even schoonmaken, ja? Ja. Oké. Okay. Nou, wij gaan even verder zoeken. Kijk wat we allemaal kunnen vinden. Hopelijk ook van die grote schelpen, man. Ja, dat is het leukst. En nog even genieten van deze vakantie. Oh, echt lekker, man. Lekker weer. Mooi uitzicht. Lekker eten. Mooie villa. Lekker rustig. Goed slapen. Dat is wel een schelpje, schatje. Oh ja. Dit is trouwens ook de eerste keer met het gezin op vakantie. Mijn moeder is nog niet op de Molukken geweest, Jeremiah ook nog niet op de Molukken. Het is ook trouwens de eerste keer hier op Kei. Kijk, chill. En Wouter ook de eerste keer op Kei. Ja, voor iedereen. Behalve voor mijn vader, die is al een paar keer geweest. En ja, tante zit en Atje zijn hier best wel vaak. Want Atje komt, dat is de kampong hier. Eerst trouwens naar mijn moeder, haar familie, van Londa en Krawijn. Ja, Sivnana. En vervolgens daarna zijn we naar Lamdessa Timor gegaan. Naar de familie van ons pap, van mijn vader. En dat was eigenlijk alleen maar vakantie met familie. Dus dan heb je altijd wel familie over de vloer, weet je wel. Dat is ook heel leuk, maar op een gegeven moment gaat het ook uitputten. En dit hier is gewoon echt een uitrusting. Gewoon lekker chillen. Je hoeft niks, weet je wel. Je hebt gewoon 200 meter heb je een strand waar je even blijven. Dus dat is wel echt. Dit is pas. Oh ja, hier, foto even voor dan nog. Ja, het is bijna leeg, maar. Maar ja, dit is wel echt. Pas hier voel je echt dat je rust hebt, vakantie, weet je wel. Je hoeft niks, je kan doen wat je wil. Alleen ja, onze koffers, hè. Ja. Maar die komt donderdag, hè, mama? Ja, donderdag. Komt die wel echt. Hè? Oh, echt malas. Ja, kijk, check. We zijn lekker aan het genieten. En net heeft iemand een kokosnoot uit de boom gehaald. Oh, zit ook helemaal vol, hè? Lekker, hè? Mooi uitzichtje. Lekker. Lekker? Zeker. Goed zo. Wil je een baard zitten? Ja, klopt. Dat gaat dan zo lekker. Hij heeft gewoon, die man met die mes heeft gewoon een paar kokosnoten uit de boom geplukt. Helemaal? Ja, helemaal daar. Ja. En toen zat hij onder de muur, dus hij ging zo rennen en zo. En ze, oh ja, hij moest heel snel die kokosnoot op de grond leggen, want hij had allemaal mieren op zijn lichaam. Ja, en we kunnen daar tegen, ja. Is het meteen te breakdance en zo? Ja. Yep, lekker. Ga je eten en drinken gewoon uit de boom halen. Echt, hè? Lekker. Bizar. Vers. Ja, man. Ja, klopt. Ja.
zit ook, daar zit ze ook lekker te chillen. Mama, heb je kokosnoot al gedronken? Oh ja. Joesje staat er wel op hoor. Maak de foto. Pak op moeder je hen. Hierin kijken. Dat is een foto zo. Ja. Lekker. Kijken. Ja. Mama probeert weg te duiken. Ja, we hebben nog allemaal van die kokosnoten daar. Ja, we hebben die opengemaakt. Want nee. Wat zei alles wat te veel. Kijk, Lijk. Dit is ook een mooie. Leuk. Dit is wel mooi, hè? Ja, hè? Ja, leuk, 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 leuk. Deze. Mooi. Nee, van Lijk met de auto. Kijk, deze is mooi gemaakt, hè? Oh ja, dat is een mooie foto. Rustig. Ja. Die wil ik dan ook. Yes, lekker chillen nog. En hier, ik zit hier lekker in het busje. We hebben hier trouwens ook nog mango's. En daar nog even kokosnoten. Deze ben ik nu aan het drinken. En ja, lekker genieten nog. Oh. Oké. Okay. Hij is opgedronken en nu gaan we die openmaken. Enak. 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 Oh. Maak een lepeltje. Sudah. Oh. Bagus. Terima kasih. Ya. Zo is het, ja. Jeb, hun jullie vrijdag, je hebt met een Adje afgesproken om een vrijdag naar Waterkamp, toch? Want misschien willen we een vrijdag naar die eilandjes gaan om te snorkelen. Kunnen jullie dan niet ook zaterdag uitstellen? Dat kan ook, maar daar ben ik geweest. Ja, maar hij zegt, hij kan jullie ook van het bootje uit daar afzetten. Met de boot. Oh ja, ja, ja. Zo. Ja, dan mis je de halve dag. Dan mis je de halve dag. Nee, doe maar zaterdag. Lekker ja. Gaan we zaterdag gewoon. Als we naar de wc moeten, daar is de zee, hè? Daar is de wc. Hartje, daar is de wc. Ga naar de zee. Ga je in de wc? Ga je in de zee? Ja. Wc. Oh, is uit. De wc. Nee, hij draait. Heb je film van meegemaakt? Ja. Wat hè? Heb je film van meegemaakt? Ja.
hij moet een beetje uitdrogen. Hij is nog te jong. Te jong? Ja, ik vind, weet je wel, die harde kokos? Ja. Dat is lekker, maar dit is nog wel. Nee, dit is veel beter. Die harde kokos is niet te eten. Ja, oké. Hebben we gegeten? Hallo, het is avond en een hele andere dag, maar dat maakt niet uit. We hebben vandaag lekker gechilled, lekker gezwommen. En we zijn nu op het verjaardagsfeest van Oom Janus. Een heel veel mensen aan het dansen. We hebben ze net laten horen wat Nederlandse techno is. Of Nederlandse hip. Nee, techno, ja. Laat je ze even plassen, dan kan ik nu zo meteen plassen. En dan buiten gewoon naar huis. Morgen wordt een hele mooie dag. En dan gaan we jullie zeker allemaal meenemen. En zo meteen nog even wat beelden van het feestje. Geniet ervan! We zijn onderweg naar Nootafur. Het is alleen een beetje een hobbelweg. Zeker als je met 8 man in de auto gaat. Ze zeggen kortere weg, ja, maar dat is niet de kortere weg, denk ik. Het is vooral hobbelig. Heel veel. Ja, door de hobbeling maakt het alleen maar langer. We waren verkeerd, waarom hier? Je ziet het aan ons, denk ik wel. Aan alle kanten op. Ik had liever een stukje omgereden, maar dan een rechter stuk. Ja, zeker met 8 man in een net te kleine auto, zeg maar. Want we hebben dit laatst ook gereden met dat busje, die taxi. Dat ging best prima. Oh ja, ja, ja. Nou, dit is net even. Doe maar. Had je toen eigenlijk op Kebisar voor een paar jaar geleden moeten gaan? Nou, dat denk ik wel, ja. Toen was het nog erger. Als je gaat bedenken hoeveel gewicht er al in die auto zit, dan zijn we al op overblazen, denk ik. Maar joh, dat hoort erbij. Kan gewoon allemaal in. Ja, nu gaan we net een stuk. Okay. Oh. We zijn er weer op. Goedemorgen. Hallo. Wat is het verschil met gisteren? Ja. Wat dan? We gaan met de boot. We gaan snorkelen. Zo leuk. Alleen wij hebben onze eigen snorkelen. Ja, want die liggen in de koffers. En die ontmoeten we pas in Ambon. Onze koffers, helaas. Maar ja. Zo. Het wordt al wel een beetje app, maar het valt mee. We zijn op tijd. Kunnen we instappen? Ja, kunnen we instappen? Ja. Nu houdt het maar gewoon achterom. Anders kan ik pak even slippers had je, want jij hebt snel moeilijke voeten. Kijk, pak hier die slippers van mij. Ik ben meer gewend aan het kakje te landen dan jij. Hier joh, dan ga ik op een kakje te roesten. Zelf eten. Oh ja, visjes. Die zijn dood. Ja. Die visjes? Ja, die hebben de vis gehaald. Oh, zo.
Oh ja, ja. Ik moet even zo aan dit jaar doen. In je padje. Ik ga er gewoon in zetten, jongen. Ja, laten we daar liggen. Waar gaan we zitten? Ik kan niet in het midden, dus ik ga aan de zijkant zitten. Ik kan het beste, ja, daar. Ja. Zo. En is de bal in? Hij is toch goed in dat dan weg? Ja. Dat gaat de speed hier niet aan. Hier. Ja. Ga daar de speed kijk hier niet aan voor kalpie maar de mannen. Ik heb wel een speed, maar ik heb geen buiten boven. Oh, oké. Okay. Wie staat padje? Er zit een hele vracht op, hè? Ja. Die jonge jongens moeten helpen. Ja. Moet helpen. Moet helpen. Nee. Wacht even op mijn zoontje dan. Wie? Op Eli. Ja. Nou, hij heeft eigen vliegmaatschappij, hij heeft privévliegtuig. Ja? Ja, als je vent ziet, weet je, zou nog geen vijfcenten voor geven. Weet je. Dus je ziet een kort broekje, hemdje aan, weet je wel. Begint ze dansen, je? Ja. Ja, zo hoort dat ook. Dat ja, je moet niet zomer. Meteen nee. Laten zien van... Heel dat niet gebleven. Hij was gewoon down to earth. Ja. Want er was hotel Ammans in Ammon, ja. Hij had boeken voor een kamer, was geen hotel. Hij zei, was had je heel je hotel over. Nee. Ik ga allemaal koralen hier, hè. Oh. Dat zijn vandaar helemaal goed. Ja?
trein. Kwal. Kwal? Ja, kwallen. Kwallen. Ja. Weet dat? Daar, zie je hier allemaal. Oh ja, ik zie hem daar. Ja, zie je? Rogge, die is die vis. Die rogge, ja. Ja. Ik ga naar Brobangs. Hè? Ja. Ja, we zien het niet door het hoor. Meet je maar ziek te veel, ja? Meet je is nog klein, weet je hoor. Meet je wat groter is, dan gaan we daar. Ja. Kom maar, doe het wel een stapje. We slippen. Kom op. Wauw. Skiffa. Nou, dames en heren, wij zijn in Scheveningen. Maakt niet uit. We hebben net een zeekoe gezien. Mooi hier. Mooi hier, ja. Als meet is, dan zie je daar helemaal niet. De strand is ook helemaal tot daar. Ja. Mooi hier. Lijkt een beetje op Skaru. Ja, hè? Ja, alleen dit is groter. Groter, ja. Groter. Kijk, die scharrel had je. Ik ken helemaal die scharrel, maar dit is groter. Mooi hier, hoor. Net een schildpad ook gezien. En een, ja, en een zeekoe. Ja, dat heb ik even gemist dan. Ja, maar wel aan jouw kant, laat me zeggen. Zeekoe, hè? Was wel, hij was echt, ja, hij was echt dik. Ja. Water lekker? Nee. Nog frisjes of niet? Klaar, Wouter, ben je gewoon met slippers? Ja, je weet niet, er staan net die stingrays, die zit er al. Gewoon al lekker af. Ja, ik heb een stinker. Ja, ik ben een keer gestoken en ik weet niet hoe mijn gehoord gaat. Lekker afkoelen. We zijn bij een ander stuk zand in de zee. Een beetje wat we op de Skaru hadden op de kampoen. Mooi hoor. We gaan hier even zitten, niet te lang, want er is geen schaduw. Dan gaan we daarna weer door naar een ander eiland. Even wat moois kunnen vinden. Even in het water kijken. Allemaal heel erg mooi blauw. Even snorkels. Even kijken. Zo, wij zijn nu op een ander eilandje. Volgens mij heeft Wout dat al gezegd. Ik zie een knikkende hoofdje. En wij gaan nu eventjes dit eiland verkennen. We stonden net daar, helemaal daar zo bij dat bootje. En nu gaan we daarheen lopen bij dat torentje. En we hebben net... Zo, ik moet even goed vasthouden. We hebben net bij een man bij kreeft besteld. Dus die gaan we dan straks op een ander eiland gaan proberen. Dus gaan we testen of volgens mij heeft niemand het nog wel. Dus gaan we testen of het lekker is. Geen idee. Het is hier wel echt super mooi. Of course. Wouter heeft de duikbril mee. Ik zeg, Wout heeft de duikbril mee. Ja. Maar hij zakt gewoon in het zand, joh. Het is nu eb, maar het wordt zo weer vloed, zei de kapitein van de boot. Ja, het gaat heel snel. Ja, het gaat heel snel. Het begint al...
Maar ja, hij vertelde dat het lukt om daarheen te lopen en ook weer terug. Ja, hun hebben daar weer verstand van. Echt bizar. Nu wel lekker schaduw, dat wel. Oh, het was een heet hier. Niet normaal. Maar daar begint het zo meteen te regenen. We waren eerst helemaal daarachter. Nu zien we alle toren al dichterbij. We zijn gedropt op de expeditie. Met zo'n bootje, weet je wel. Echt grappig. Echt mooi. We vinden allemaal van die schelpen waar een vormpje op staat. Met een zeester. Echt grappig. Ook wel leuk. Nu mijn pitje op. Daar om Adje en Tante Sint te komen daar, onze mam. Wij zijn er al. Maya ligt in het water. En ik heb weer schelpen gevonden. Maar die kan ik helaas niet meenemen naar Nederland. Maar die neem ik mee naar Villa. Naar het resort waar wij verblijven. Maar dit soort dingen gebruiken ze voor asbak of zo. Als je rookt of zo. Ja, grappig. Maar wel leuk om het hier te vinden. Maar gewoon in het resort ga ik gewoon. Hartje man. Ga ik gewoon in het resort ga ik neerleggen. Dit doe je terug. Nee, die zet ik bij de resort van Valentina. Zo, we hebben echt een stuk gelopen. Maar het is wel mooi. Sorry. En daar regent het. Daar zo.
Iemand heeft een doos op zijn hoofd vanwege de warmte. Nou. Weer een zeester gevonden. Zeester gevonden? Ja, daar, die ligt daar. Waar ben je die kreeft al? Ja? Wel mooi, is helemaal. Waar gaan we heen op een padje? Naar Nij. Nij. Dinosaurus. Hoi! Oké. Dinosaurus eiland. Andere eiland? Hoe heet welk eiland weet ik niet? Eiland Nij. Achteraf dinosaurus eiland. Oké. Okay. Dit is het derde eiland van vandaag. Ja. Lekker zo met de speed over zee. Ja, lekker hè? Lekker ja. Waarom is dat zo? Anker.
twee mooie koralen. Ja. Zo. Ja. Mooi koraal. Koralen? Ja. Baba. Nou, het stukje met de stokken naar het eiland roeien. Roken, roken. Als je hier denkt, hier ook nog te vinden. Wacht even. Ui. Ik stel toen door de dag. Oh, er is de doofmanschelp die nog leeft. Oh, schelp. Ja, die doofmanschelp, weet je? Die schelp, die, schatje, die. Die kleine. Ja. Zeekomkommer? Zeekomkommer? Ja. Ja. Dat is een dillig. Wij aan het chocolade aan het vangen doen. Dat kan dat doen. Voor de Chinezen, zeekomkommer. Nee, dat kan niet. Dillige test voor de Chinezen. Oh. De lijwijn. Oh. Als je die verkoopt, kun je geen geld voor. Alles. Ja, een padje heeft gelukkig waterschoenen aan. Hoe oud? Hé, waar was het? Nou, ons nieuwe eiland. Mooi man. Ze willen dicht bij die stok, zodat ze die boot vast kunnen maken. Thank you.
Mama. Wat is dat? Oei. Oh, dat zijn allemaal visjes. Ah, wat doe? Vissen. Ikken. Vissen op een hoog. Oh. Ja, dat is een delicatesse voor de Chinezen, hè? Die eten alles. Die eten alles. Dat is voor je impotentie of je weet ik veel wat te verhogen. Wow, het is echt mooi hier. Nou, wij gaan met z'n allen picknicken. We hebben nasi goreng bij, bami. Cola, Sprite. Kunnen we wel eventjes ons vertoeven. Mooi man. Wordt echt gewoon, die zand lijkt gewoon meel joh. De zand lijkt gewoon meel. Bizar. Oh, jammer dat we onze waterschoenen niet hebben, man. Die liggen helaas nog steeds in de koffer. Die op weg is naar Ambon. Als het goed is. Als het goed is. Ah, joh. Zo, wij gaan lekker chillen. Later. Zo, we gaan hier lekker picknicken. Oh. Zal makken. Merci. Makken. Kaart is bijna vol. Ja. Bijna nieuwe. Hij valt niet. Zeg je? Bijna nieuwe, hopelijk werkt dat. Oh, dan pas gaan we een nieuwe. Ja. Ik dacht dat het kaartje al was. Nee. We hebben een nieuwe kaart gekocht, zodat we niet meer kunnen filmen. Omdat de laptop overleden is. Helaas. Dus hopelijk doet hij het. En hopelijk raken we deze footage daar niet kwijt. Omdat je had ons geholpen met dat kaartje. Kon ik een kaartje niet vinden. En hij is dan wel bij de kop al gekocht. Zoals het fijn. Kijk, we hebben weer een schelp gevonden. Oh. Ik denk dat hier een dikke parel in zat. Oh, maar die is zwaar. Deze is toch zwaarder, Lai? Ja. Hoe? Je hebt hier echt veel schelpjes. Oh, die ga ik ook in mijn collectie. Yo. Dik man. Je hebt een schatkist hier. Wat doe je met kaviaar? Kijk, we hebben een zeester. Kaviaar. Dat vind ik ook ranzig. Dus. Heb je dat ooit gegeten dan? Ja. En deze is bezig om te draaien. Ja, ik vind ze allebei, die oesteren en kaviaar. Kaviaar vind ik allebei niet lekker. Kaviaar. Kaviaar. Wauw. Dure business. Wist niet. Hier, Mara. Waar is zijn gezichtje dan? Klein stukje nog, even filmen. Even wat filmen en dan ga je filmen. Dat wordt daarbij.
Dat wordt af. Hoeveel kan ik nog filmen? 16 minuten. Ja, dan moet ik een batterij hebben. 38. Nou, Wouter gaat jullie meenemen onder de zee. En heb je mooie vissen gezien? Alleen maar mooie vissen gezien. Dat is niet normaal. Ja? Ja, jij durft het niet, hè? Nee. Waarom? Ja, vanwege die koraal. Oh, no. Hoezo? Ja, ik wil niet ik wil niet open voet hebben. Wat is dat nou precies? Dat is gewoon een rots, een steen. Voor asbak. Een mooie steen. Ja. Dat wat lobster. Zie je dat? Dat lobster. Zie je? Die zit er goed. Nou, let's go. Ik heb een tikkie gekregen en dan...